Wat is nou het allerbeste kerstpakket voor je medewerkers? In deze video geef ik je een toffe tip hoe je je medewerkers een kerstpakket kan geven waar ze helemaal lyrisch van worden, waar ze ontzettend blij van worden en waardoor ze nog extra hard voor je gaan werken ook. Het is weer de tijd van het jaar. Je moet weer nadenken over wat je in dat kerstpakket gaat stoppen. Misschien heb je stiekem de kerstpakketten al klaarstaan en komt deze video als mosterd naar de maaltijd. Maar onthoud hem dan vast voor volgend jaar, want het is een gouden tip. Ik zie eigenlijk de laatste tijd best vaak berichten langskomen over kerstpakketten die gaan over een mooie ervaring meegeven. Hè? Dat je je medewerkers een ervaring cadeau kan doen. Super toffe gedachte. Maar tegelijkertijd ook een beetje krom. Want waarom zou je maar één keer per jaar je medewerkers een mooie ervaring meegeven? Dat is toch niet alleen maar voorbehouden aan de kersttijd? Dus mijn tip voor het ideale kerstpakket is de volgende. Pak pen en papier en schrijf het volgende op. Wat zou jouw werk een stuk aangenamer maken? En hoe kan ik daaraan bijdragen? Zullen wij er voor het nieuwe jaar een goed gesprek over hebben? Vraagteken. Oké, nu komt het. Pak die vraag en stop hem in een mooi doosje. Elisa krijgt van mij deze prachtige ervaring cadeau. Oftewel, hoe kunnen we jouw werk nou echt leuk maken? We stoppen hem in het doosje. Doen hem dicht. We doen er een mooi lintje bij. Hup. Eventjes dicht. Tadaa. Strikje erom. Wauw. Elisa, een hele fijne kerst en bedankt voor je goede inzet. Hoe kunnen we jouw werk nou tot een memorabele ervaring maken? En hoe kan ik daaraan bijdragen? En durf je dat in een pakketje te stoppen? En durf je het hele jaar te investeren in een memorabele ervaring voor jouw medewerkers? Dan pas geef je het ideale kerstpakket. Wil je meer weten over hoe je het werk van je medewerkers elke dag tot een feestje kan maken en hoe je ze tot grote hoogtes kan brengen? Laat het dan even weten. Stuur me een berichtje en ik help je verder. En anders, subscribe je op mijn filmpjes en volg me, dat zou ik tof vinden. Alvast fijne feestdagen gewenst.